Is uw verwachting, of misschien wel uw hoop, of juist niet... dat we uiteindelijk toch met die Europese lidstaten... waaronder dus ook Nederland, toch een aantal vluchtelingen gaan opnemen? Nou ja, dat gaat op termijn zeker gebeuren. Ook omdat de Europese Commissie nu natuurlijk bezig is met een nieuw migratiepact... waarin de verplichte herverdeling zal verdwijnen. Waarin er een vrijwillige herverdeling komt... waaraan de meeste landen deel zullen gaan nemen. En dan de landen die echt niet willen, die zullen hun solidariteit verplicht... via andere onderdelen gaan tonen. Bijvoorbeeld op grensbewaking, op het gebied van de extra sturen van bijvoorbeeld asielprocedure-experts richting Griekenland. Maar er zullen weer landen zijn die daar nee op zeggen. Er zullen weer landen zijn die daar ja op zeggen. Dus Europa zal daar verdeeld in blijven. Ook al Lennart, ik wil even van u weten. Vindt u dat Nederland bij die landen moet horen die daar ook een aantal mensen gaat opnemen? Op termijn moet Nederland aan zo'n systeem meedoen als die verantwoordelijkheid eerlijk over de Europese Unie verdeeld wordt. Maar dat gaat dan wel over mensen, want daar moeten we wel echt een duidelijk onderscheid in maken. Dat was ook de basis voor de eerdere besluiten die we in 2015 genomen hebben. Mensen die ook echt een reële kans hebben om in aanmerking te komen voor internationale bescherming. Dus niet met allerlei... migranten gaan rondslepen door Europa... die uit landen komen waar je überhaupt amper perspectief hebt. Alle mensen die in Europa asiel aanvragen... gaat 1 op de 3 komt daadwerkelijk in aanmerking voor internationale bescherming. 2 op de 3 niet. En die 2 op de 3 die vervolgens geen asiel krijgen... hebben we de grootste mogelijke moeite om ze vanuit met name West-Europa... terug te krijgen naar de landen waar ze vandaan komen. Maar we hebben 70 miljoen te betalen voor alle asielprocedures die niet goed lopen. Marokkanen kunnen we niet terugsturen naar Marokko. Terwijl dat België en Spanje wel lukt, omdat ze busjes en geld betalen aan Marokko. Dus we hebben zelf aardig wat te klaren vergeleken met omringende landen in de EU. En je ziet dat daar helemaal niet een eenduidig beleid is vanuit EU-perspectief om de bestaande asielprocedures.